Welkom bij een nieuwe video van deze week. Nou, jullie zien het al, ik ben niet alleen. Ik zit ook een keer in een normale video. Wouter is er ook gezellig bij, want deze maand gaan we namelijk op vakantie. Dus ik wou een aantal relaxte video's maken. Waar gaan we naartoe? Lissabon. Yay, zin in. Iets wat de laatste tijd op YouTube heel veel rondgaat, zijn reageren video's. En ik moet zeggen dat ik ze ook wel echt heel erg leuk vind om te kijken. Ja, ik ook al. Ik kijk ze meestal via stories of via YouTube. En ik dacht, waar kunnen wij nou het beste op gaan reageren dan op de YouTube-kanaal of YouTube-kanalen van 5 Minute Crafts? Dan worden de video's niet te lang. Heb je alles gehoord van 5 Minute Crafts? Wel gehoord en de titel verraadt al veel. Ja, nou, 5 Minute Crafts is dus zo'n YouTube-kanaal die miljarden views heeft. In totaal echt superveel. En ze hebben een beetje van die hacks. Maar heel vaak zijn die hacks slaan helemaal nergens op. En het acteerwerk is fenomenaal slecht, zeg maar. Ik vind dat een hele leuke ding om te kijken. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Ik ook. De eerste video die we gaan kijken, die heet Awesome School Crafts and Hacks Back to School DIY Ideas. En deze video is van de 5 Minute Crafts Tech. Dus ik dacht, ja, jij behoudt van tech. Dus ik dacht, dat het echt alleen maar crafting. Oké. We gaan het zien. Er is een familiekanaal, een DIY-kanaal, decor, kids. Ze hebben van alles. Dus als jullie dit video leuk vinden, kunnen we daarna lekker mee verder. School, want het is back to school deze week. Ja, ik ben benieuwd. 5 Minute Crafts is dus een YouTube-kanaal die gewoon ruim 77 miljoen abonnees heeft. Echt bizar. En dat extra kanaaltje van die crafts waar we deze video van gaan kijken, die heeft 6,5 miljoen. Ook echt al heel erg veel. Hack nummer 1. Op school. Wauw, het moet wel iets heel fantastisch zijn. Ik denk dat ze een sticker gaat maken. Oh, ze maakt haar eigen sticker, gok ik. Ja. Nee, deze hack is legit. Die ja, is goed. Dit lijkt me inderdaad wel werken. Ja, dit werkt. Dus kijk, ik heb ook een boekje met stickers. Ja, cool, zegt hij. Oh nee, wat is er gebeurd? Dit is jou bekend. It's my life. Oh, dan moet je blijkbaar gewoon je boekje kapot knippen. Is dat hack? Hoe krijg je hem nou zo goed geknipt als het boekje zo dik is? Als je zo'n dik notitieboekje hebt, hè, dat kun je niet zo netjes zo helemaal knippen. Kom je echt met zo'n zaag aan het doen of zo? Dat zullen ze misschien wel gedaan hebben. Ja, maar dat laten ze niet zien. Maar dus als je boekje vies is, moet je hem knippen. Nou, oké dan. Een? Een dagbord. Een waterbloem. Watermelon. Maar is dit dan een hek? Ja, het is een hek. Als je knoeit op je schrift. Nou, de volgende hack is dit. Een sticky notes. Oh, als je plastic sheet voor sticky notes? Ik heb geen idee wat ze gaat doen. Dubbelzijdig tape. Haalt ze eraf? Maar wat gaat ze nou doen dan? Dat weet ik niet. Avocado? Oh, oké. Weet jij hem? Nee. Ze gaat dus die sticky notes, die net helemaal gekreukt zijn, zijn nu perfect. Zie je? Opeens. Ja, die gaat ze bij elkaar doen en die doet ze dan plakken in het boekje, dat ze die altijd bij de hand heeft. Zie je? Hoppakee. Ja. Een glue gun. Met blauwe lijm opeens. Oh, we hebben alleen maar transparant. Eeuw! Wat deed ze dat lelijk, die lijm. We gingen helemaal over het randje heen. Ja, en kijk ook die... En er zit heel veel ruimte tussen. Ja, tussen groen en blauw. Daartussen. Idee is wel leuk. Lekker fluffy. We hebben wiskunde. Ja, deze is wel mooi, hè. Helemaal krassen. Ze is niet echt goed, of hij... Ze is niet goed in wiskunde, zo te zien. Dirty. Maar je ziet wel als je... Krijtverf. Als je som niet goed gaat, moet je dat met je boekje doen. Deed ik ook op school. Oké, ik krijg wel niet heel mooi geverfd. Oh! De slechtste tip ooit. Oh! Dit doet zo'n pijn. Volgens mij had het te maken of geen goede onderlaag of echt de slechtste tip ooit. Oh, maar kijk ook hoe lelijk het geverfd maar, is. Wat is kijk, die stuk staat. Maar wat is nu de reden van dat ze die som deed? Ze had alle sommen, had ze fout. Ik weet het. Ik weet het. Mijn voorspelling is dat ze een krijtbord maakt van het schriftje. Dan kan ze oefenen. En als ze dan fout is, kan ze het uitvinden. Dit is iets voor die TikToker. Van simpeler is gewoon een potlood met een gum. Ja, ik denk dat dat gaat gebeuren. Maar die lijf, die tape. Ja, dit is op zich grappig als ze dat met een boekje zouden doen, hè. Veeg ze het nog niet uit. Het hele idee is dat je het dan kunt uitvegen. Dit is wel echt rekensommen maken met extra stappen. Eén ding vraag ik me nog af. Hè. Het heet 5 Minute Crafts en de video is 15 minuten.
Ja, maar de crafts zijn voor hun idee allemaal 5 minuutjes. Maar dat moet je echt met een korreltje zouden. Deze vind ik wel de kwaliteit van een 5-minute craft. Deze vind ik echt, ja, als ik dat in 5 minuten deed, was die inderdaad zo slecht. We hebben karton. We hebben sneetjes in. Nee, dat is hout. Het gaat iets bouwen. CD. Ja, wie van jullie heeft nog cd's? Oh, alleen de koffer voor plastic. Oh, oh ja. Ja, ja, die ken ik, dit idee. Dit vind ik wel een legit iets. Ik vraag me alleen af of je dan wel, zeg maar, van rechterboven moet. Anders zie je toch niet. Ja, dat zie je aan de camera. Oké, video idee. Moeten Wouter en ik een keertje een aantal 5-minute craft hacks uitproberen? Laat het weten in de reacties beneden. Cool beer. Leuk iets, wie? Oh nee, de liniaal is te groot. Ja, die deed je altijd gewoon los hier. Wat is er nu? Dan gaat ze hem in 2 delen maken, let op. Tape? Want tape is ook niet flexibel. Maar als je het op papier doet, gaat toch kapot? Dit is eerder Picobello BV dan wat anders. Wat gaat ze? Oh, het blijft hier plakken wel. Nou, ik vind het niet een hele slechte hack. Als het niet precies zou moeten. Oké, als het niet precies, maar waarvoor zou je dan een lineaal willen? Gewoon voor ongeveer. Maar het is gewoon... Nee, ik vind het niks. Okay, ik vind het idee wel leuk. Een klok. Een marker. Nou kijk, zet een pizza. Dat hecht zich toch nooit lekker. Dat werkt helemaal niet, volgens mij met zo'n stift. Jawel, werkt wel, maar dat gum je toch super snel uit. Met een marker? Ja. Dus je moet 2 keer per dag alles doen. 2 keer per dag douchen. Wat, hoe laat is het? Wat moet ze doen? Wat is de blauwe? Study, chores, gym. Wat doet ze dan tussen 7 en 9 dagelijks? Helemaal niks. En wanneer gaat ze slapen? Het idee kan. Als je gewoon met een vast ritme, dat is op zich prima om te doen. Heeft ze 2 uurtjes slaap per 12 uur. Ik weet niet wanneer ze gaat eten of werken, maar dat zit er blijkbaar niet in. Alleen study. Stomme klok. Zoek ergens voor jou. Moet je dan ook overal waar je naartoe gaat je klok meenemen? Ik wil wel even zeggen, ik vind haar jasje erg leuk. Ik wil ook zo'n roze kom. Ik hou niet ervan. Dat hadden ze gewoon in de jaren 80 moeten laten. Nee, is leuk. Vilt. Ga ik knippen. En frietjes. Vilt heb je soms wel leuke dingen van. Ja? Tic-tac-toe. Ja. Oh, dat zou Emmy leuk vinden. Gaat ze er een zakje van maken? Maar... Dit is leuk. Ja, maar goeie hack. De bedoeling op school is dat je je best doet en niet gaat spelen. Ja, oké. Okay. Als jij nu nog op school zit, goed opletten. Het is heel belangrijk voor je educatie, oké? Okay? Maar als je nou een hele vervelende leraar hebt, of je vertelt echt super, super saai, heb je tenminste iets te doen in het tussen. Ik ben al langer dan 5 minuten bezig om die rondjes te knippen. Oh, dat is een mooie hack. Een dopje op een veldstift. Een gloeken. Oh, dan raak je dop niet kwijt. Maar dan ben je bezig en dan gaat hij wiebelen. Normaal als je toch de dop eraf haalt, duw er toch achterop. Kijk. Opgelost! Tada! er zitten wel leuke dingen tussen. Nee, absoluut. Ja. Oeh, een perfecte cirkel. Huh, hoe doe je dat? Ik ben benieuwd. Oh ja, zo kan ik het ook. Ja, dit werkt. Ik vind het geen mooi cirkeltje, want hij is niet perfect rond zoals je ziet. Ja, dat wil ik wel zeggen. Het werkt. Maar je hebt dan die dikke puntjes. Maar ook hoe hard duwt ze steeds dan? Dat je nee, omdat je steeds vindt. Wacht. Dus dan gaat die inkt, die lekt zo erin. Dus je kunt dit misschien wel doen met een potlood. Een beetje kinderlijk, hè? Ja, je moet op school voorstellen. Ja. Die zullen onze leeftijd zijn. En op school heb je altijd bakpapier bij. Dat heb ik deze video geleerd. En die staartjes, en die klemmertjes, en die sticker. Het is stom, maar aan de ene kant wil ik het ook. Alleen had ik dan vroeger die vlindertjes in mijn haar. Je van die vlinderklemmetjes, weet je nog? Ja, die had ik ook. Een paperclip. Oh, dat kan ook. Dat is een betere. Ik zie nu pas de make-up van die vrouw. Die had volgens mij nog achter de bril had ze de make-up lopen. Dat was niet zo mooi. Die heeft gewoon het hele potje leeggemaakt. Welke juf heeft... Wacht even. Mijn juf hadden niet zo extreem. Maar ook helemaal naar achteren. Tot aan de oren of zo lijkt het. Ja, dit is niet... Het is best wel heftig. Alsof en dat is zo'n heel net truitje. En je haar alsof je net uit bed komt, maar dan wel gewoon ook niks van andere make-up, alleen je ogen. Ja, ze heeft party in the eyes en de rest is allemaal heel streng. De rest om is... de goede balans erin te houden. Dus eigenlijk is alles net wakker, behalve haar oogleden. Hé, hey, je weet niet wat ze 's nachts voor werk heeft. Foei, foei, foei. We hebben nagellak. Oh, is maar die is op. Blijkbaar kun je die er zo makkelijk uithalen. Wist ik ook niet. Een pen? Zo, die sterk. Dit voor doormidden. Trek gewoon de pen in 1 keer doormidden. Hot glue? Wat gaat ze doen?
Ja, het is niet gevaar. Oh, ik... Dit is als je gewoon geen pen kan vasthouden, of wat moet ik hiervan maken? Nee, dit is zo mooi, want dan heb je een pen met een nagellakpotje. Dus dan denkt iedereen, wat gaat zij doen? En dan pak je, denk je, wat ga je doen met je nagellak? En dan is het een pen. Nou, het is wel uniek, het zal niet comfortabel zijn. Wanneer de eerste wil, dus zijn nagels lakken en alleen maar blauwe inkt, overal. Waarom doet hij het dan niet? Nou, ze hebben een echt kind. Verkeerde houding. Oh, die was voor mij dan. Ze moet wel nog leren de pen anders vasthouden. Oh, je voelt de frustratie ook. Hé, ze zat net op school. Ja, maar ze moest even de was doen in de middag thuis. Wasknijper? Pen? Er zijn ook gewoon, je kunt ook gewoon toetsenbord en een laptop. Die wil ik nu op. We hebben een pen, we hebben een wasknijper. En die doe je dan zo. Oh, nou... Ik heb hem dus zo vast. Mag ik ook eens? Dat lijkt me echt... Je kunt hem wel makkelijk sturen, want hij ligt in je hand. Dus eigenlijk zou je ook zo kunnen schrijven. Gewoon ja, zo. Dus dit is een hele, hele gekke hek, maar het werkt wel. Daar is ze weer. Ze is weer aan het studeren. Oh, ze studeert en heeft kinderen. Fotoframe. Met een dino. Altijd leuk. Ah, ja, zo kun je het ook. Hè. Oh, dat is wel leuk voor kinderen. Ja. Kun je met een webwipe kun je het weghalen. Ja, ja. Dat vind ik een goeie. Dit klopt. Ja, dat was zo'n bepaalde manier, ja. Maar dit is geen krafthack, het is gewoon basiswiskunde. Een blaadje. Weer een glue gun? Dit keer wel de transparante glue. Ja. Weer zo lelijk! Waarom doe dan eerst glue op het stukje wat je erop gaat doen? Nou, oortjes. Dat is misschien wel leuk om de tas van je kind, of je eigen tas te pimpen, ja. Ik wil ook zo'n tas. Ze is er wel blij mee. We gaan schilderen. Oh nee! Ik hoop dat je wat aan hebt, want dit gebeurt echt zo vaak. Dit is inderdaad als je wat lom bent en niet oplet. Je kunt ook gewoon een bekertje. Wij kregen vroeger op de basisschool kreeg je gewoon een bekertje, zetten ze onderste bovenin. Je legt ze toch niet onder, maar dan komen de vieze verfpunten tegen je doek aan. Ja, hoe ze het neerlegden was ook echt niet oké. Okay. Ja. Dat klopt. Maar dat zeg maar vieze kwasten vallen op de grond, dat gebeurt ook de beste van ons. Oké, hopelijk komt er iets goeds uit. Glitterbandtape. Ja. Oh, ja! Nice. Ik vind het een goede hack. Alleen mijn probleem zou zijn dat ik zeg maar... Dan moet ik links in die hoek zijn. En dan raak ik met mijn arm raak ik van de vieze kwasten aan. Dat is nog een fout. Wat als je onder in het doek moet verven? Ja, ook. En dan zit je klink, klink, klink en dan ga je er... Ja. Een regenboog! Is dat een hack? Kijk eens hoe ik het ga doen. Ja, kijk, zij kan zij heeft beter. Ook wel leuk de make-up, hè? Allemaal wel vrolijke make-up. Ja, dit gaat veel sneller. Oh, ik ken deze hack. Ja, ik heb zelfs op andere dingen gezien. In diezelfde tijd had ik dit echt niet kunnen doen. Ja, die heb ik ook altijd. Woei! Kijk hoe mooi. Oh, daar is Moeders weer. Oh, Moeders heeft een oogje op iemand. Op wie? Ja, dat is op hem. Hem! Hij was ook docent, weet je nog? Oh, nee! Oh, nee! Nu weet hij het nooit. Briefje. Is van iemand anders, het boekje. Ik had echt gedacht dat ze met glue gun zou doen. En is het iemand anders? Dan is hij toch wel. Maar als je die leeftijd hebt, vraag het gewoon. Oh, zo moeilijk rekenen. Oh, daar is mam weer. Ik snap het niet. Ach, lieverd. Maar mam hier, een popsocket. Maar hoe kan mam het begrijpen als ze naar dezelfde school gaat? We hadden vroeger niet zo'n popsocket. Ik wil ook een popsocket. Een pingpongbal? Kun je misschien een spelletje mee doen? Fox, oh, moet hij zo de goede volgorde doen? Oh, is gewoon drie op een rij dan. Soft van Lingo. Oh, maar dan met dings. Wie had er een 3D-pen in zijn etui? Wat is het? Wat is dit? Dit is een worstje. Met een ring. We gaan snel verder kijken. Als je heel snel kijkt, lijkt het... Ja, want heel veel mensen hebben ook weer... Wacht, waarom hadden we dan die knakworst nodig? Wat was nou de meerwaarde van die knakworst? Voor die vinger! Ja, dat is een vingerring. Oh. Alleen blijft het toch nooit goed om je telefoon heen klemmen? Ja, ook zo mooi. Ah. Zie je, hij durft hem ook al niet eens uit zijn handen los te laten. Dubbel functioneel. Ik moet ook heel voorzichtig neerleggen. Dit is wel mijn leven. Ja. Oh nee, er
laat ik maar niet eerst even opruimen. Zal ik gewoon alles even aan de kant schuiven? Zodat daarvoor zitten wij hier, anders zie je alle puinzooi. Nee, ik heb opgeruimd. Kijk. Het is gewoon netjes. Ja, maar dit is wel een story of my life. Nou. En kijk, zijn oortjes zitten ook in de knoop. Dus dat klopt ook. Ham! Lekker pizza. Nom nom. Oh, een pizzadoos. Lekker greasy. Ja. Oh, hij is magisch schoon. Dat was echt de slechtste pizza ooit dan. Een E2 pizzadoos. Nou, wat ze ermee doen met die inlay in die doos, dat is wel handig voor in een la. Oké, ik vind het maken van zo'n opberglaatje van een pizzadoos vind ik super leuk. Maar doe niet je laptop in, dan moet je zo typen. Maar wel leuk als je dan zo'n vakjes van kunt maken en dan zo overal iets in kan doen. Of op een beurs, dat je daar je spulletjes in legt en het zo omhoog. Nou, je kunt wel van karton de binnenkant van een la maken. Dus kun je je eigen pennenbakje op maat maken, ja. Maat voor je oortjes. Dat vind ik wel een goeie, maar niet in een pizzadoos. Oh, is iemand nieuw? Ik ga een briefje schrijven. Ik zou het gewoon e-mailen. Hij plakt niet. Ja, dat heb ik ook vaker gehad vroeger. Kijk hoe boos ook is. Britstift. Ze heeft een goed idee. Gloeken. Pak gewoon... Oh, gewoon zo'n stamp. Een wax seal. Ja. Oh, je, hoeveel doe jij, liefje? Nou, blijkbaar even gewoon eens een 50 cent. Er moet een 50 cent in. Aan wie zal ze hem geven? De docent of de slechte leerling? Nee, dat is de volgende hack. Oh. Ja. Zeg eens toch gezicht. Dat heeft hij wel snel gedaan. Ik weet niet wie Joke is, maar dus je bent er denk ik gek op. Ken jij Joke? Het is zo koud zijn gummetjes teruggetrokken. Ik vind het wel leuk. Oh ja, dat was die hack toch? Dat ging toch? Met glue gun, korte gum of zoiets? Ja, hebben we gezien. Dat werkt inderdaad. Niet fantastisch, maar het werkt. Oh, dit keer... Wat is dit keer wel roze? Pas wel beter bij je gum. Waarom duwt hij dat niet eerst bovenin? Of... Ja. Een roze poepje. Nou heeft hij een glitterpoep. Met glitter. Oh, en de glitters zijn toevallig weg, of niet? Nee, zit op. Waar dan? Er zaten geen glitters meer om. Weer een cirkel. Ja, zo'n rondje zou ik ook maken als ik de pen van boven vast hou. Maar die hebben ze net gedaan. Nee, net was met een stift, Jasmin. Dus met een potlood is heel anders. Oh ja, natuurlijk. Ja, dat begrijp je niet. Ja, daarvoor, doen we daarvoor doen we tegenwoordig WhatsApp in de klas, hè. Ik kan ze niet meer afpakken. Tip, we plakken het. Oh, gaan ze daar spiekdingetjes op schrijven zo? Dan kun je het ernaar wegvegen. Wat gaan ze doen? Wat is dat? Tandpasta? Oh. Party ja, to daar heb je de gummies van nodig. Als je het boekje dicht doet, is je al uitgegumd. Nee, dat... Nee. Ik vind deze video's wel echt al een cultureel hoogstandje om naar te kijken. Puur al vanwege het acteren. Want ze zeggen niks. Maar toch zoveel. Dat heet een etui meenemen naar school. Oh jeetje, meisje. Oh, dat gaat alles aan elkaar tapen, ja. Oh. Alle doppen. Oké, dat kan misschien wel. Maar dat is nog steeds... Pak gewoon een etui. Ja... Een lawaaier. Dus 2-1. Ja, 4 plus 4 is 14. Oh nee, mijn gum is op en ik heb geen glue gun meer. Dan gaat ze met het metaal. Abba! Oh, en dan gaat die gum in. Dat is nog steeds vies. Wel iets minder vies, nee. Maar nog steeds vies. Zoals die meid gewoon deze video al had gekeken, dan had ze gezien dat ze gewoon aan de voorkant met krijtverf gewoon een bordje kon maken en het graag kon uitgummen. Stipjes. En dan... Plakken. Tape, om te beschermen, gok ik. Het idee dat ze dit zeg maar doen met... Huh? Oh, dan kun je krassen. Ja, dat is wel grappig. Jawel, is leuk. Op die manier kun je een leuke eigen kraskaart maken. Wat is jouw favoriet? Mijn favoriet is eigenlijk toch die met dat zeehoesje. Als je geen lightpad hebt, kun je toch een beetje natekenen. Mijn favoriet was het acteerwerk. Vooral deze. Oh. Ja, en ik heb niet echt tech gezien. Ja, dat is waar. Er zat echt geen tech in. Maar de DIY hacks, een beetje schoolgerelateerd, sommige waren niet eens zo slecht. Sommige waren iets minder. Ik zie nu ook eventjes, zie je hoe slecht het geverfd is? Het is helemaal zwart op die ring. Dat had ik gezien, ja. De oortjes zijn weer uit. Dan weet je wat dat betekent. Het einde van de video. Nou, we hopen dat jullie deze video een beetje leuk vonden. Iets anders dan normaal. Als je hem leuk vond, heb je geluk. Want volgende week is nog in zo'n videootje. En dan hebben we eventjes een weekje niks. Want dan zijn we nog met vakantie. Dus vond je deze video leuk? Geef dan gerust een like. Abonneer als je het eerder hebt gedaan. En jullie heel graag een volgende keer terug. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot ziens. Doei. Doei.